Welkom bij de Future Business Live, onze maandelijkse webinar speciaal voor onze partners. We zijn wereldwijd aangekomen sinds de coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos onder 22.000 mensen. In Nederland is een kwart van de bevolking aangekomen. En mensen met overgewicht lopen natuurlijk een groter risico om op de IC te belanden met corona. Dat roept de vraag op: moeten bedrijven meer doen om de samenleving te behoeden voor ongezond eetgedrag en overgewicht? Daar gaan we over praten met Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid aan de VU. Teun Verheij, algemeen directeur van Ketelaar Albron. En Marlijn Simons, communicatiemanager bij Plus Supermarkten. Welkom, goed dat jullie er zijn. De eerste vraag, Jaap, wat gebeurt er als we de samenleving niet behoeden voor overgewicht? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, het is nu al een groot probleem. Hè. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht. 1 op de 7 heeft obesitas. Dat is ernstig overgewicht. En het RIVM heeft berekend dat wanneer het beleid niet verandert in Nederland, dat dan in 2040 9,1 miljoen mensen te zwaar is. En dat is dan 62% van de bevolking. Oké. Dus, nou ja, het is belangrijk dat we de samenleving daarvoor behoeden. Vorige week kwam er een rapport uit van de Raad van Volksgezondheid, waarin staat dat de overheid meer moet doen ook om die gezonde keuzes te bevorderen. Vind je ook dat de overheid meer regels op zou moeten leggen, of kan het bedrijfsleven dat zelf reguleren? Nou, er is al heel erg lang overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven om het zelf te doen, zou ik maar zeggen. Hè. Dat is een zelfregulatieachtig akkoorden. En daaruit blijkt eigenlijk dat dat onvoldoende snel gaat. Het RIVM houdt dat ook bij en die monitort dat ook. En ook de aanbevelingen die er gedaan zijn in het huidige preventieakkoord, die zijn ook doorgerekend door het RIVM. En dat is eigenlijk allemaal onvoldoende. He, want in plaats van 62% overgewicht in 2040, berekent het RIVM dat met de maatregelen die het bedrijfsleven nu vrijwillig doet, dat het dan maar 60% is. Maar dat is nog steeds dus heel veel meer dan nu. Ja. Oké. Onze community die wil ook graag antwoord op de vraag of de overheid moet optreden door een belasting te heffen, bijvoorbeeld op suikervlees en andere ongezonde zaken. Dat zou dan natuurlijk de volgende stap zijn. Teun, vind je dat een goed idee? Nou, ik doe al jaren mee aan dat overleg waar Jaap net ook op verwijst. Als je me dit een aantal jaren geleden had gevraagd, had ik volmondig nee gezegd. En dat was mijn overtuiging dat we vanuit goede bedoelingen die we bij heel veel bedrijven zien, dat we inderdaad voldoende tempo zouden kunnen maken om het overgewicht tegen te gaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, na al die jaren, dat ik niet anders kan dan zeggen, het gaat niet snel genoeg. En of dat nou verwijtbaar is aan de een of de ander, dat vind ik niet zo relevant. Dus ja, ik denk dat er meer moet gebeuren om te zorgen dat er meer mensen gezonder eten en drinken tot zich krijgen en minder ongezond. Dus hoe naar ook, ik denk dat het goed is dat we met z'n allen stappen zetten. En ik denk dat een verzet tegen overheidsmaatregelen nu niet goed is. Oké. Want Albron is natuurlijk verantwoordelijk voor het eten in veel bedrijfskantines, ziekenhuizen en bij de overheid. Welke stappen nemen jullie nu al om consumenten te helpen een gezondere en duurzamere keuze te laten maken? Nou, wat we al jaren voor onszelf als ambitie hebben, is om het aanbod steeds lekkerder, gezonder, duurzamer en betaalbaar te maken. En met name dat laatste, dat wordt wel steeds relevant. Dus ons assortiment voorzien van steeds meer gezonde en duurzame producten, dat is ons heel goed gelukt. In de afgelopen jaren, trouwens niet alleen bij personeelsrestaurant en zorg, maar ook heel veel in de horeca en in de recreatiesector. Dat is de helft van wat wij doen. Maar wij merken dat gezond en duurzaam, zodra dat duurder wordt en onbereikbaar wordt voor grote groepen mensen, ja, dan bereiken we ons doel nog niet. Dus als we alleen maar gezond en duurzaam mogelijk maken voor diegenen die het kunnen betalen, en dat is wat wij zien, dan gaat het niet goed. Dus onze ambitie voor de komende jaren is het gezonder en duurzaam eten meer bereikbaar maken voor iedereen. Ja, en dan zou bijvoorbeeld een suikertax helpen of andere meer belastingen op bijvoorbeeld ja, suikerhoudend voedsel of vlees bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, ik geloof niet dat we met alleen de suikertax het probleem van overgewicht oplossen. Dus het zit veel dieper. Het is wel een overtuiging dat als wij kijken naar de maatschappij, en daar wijkt het rapport ook op van de Raad voor Gezondheid en Samenleving, dat er gewoon grote verschillen zijn. En dat het toch echt nodig is dat we in de maatschappij leven die van heel individualistisch, waarin we denken dat mensen al die rationele keuzes
zelf kunnen maken, dat dat gewoon niet waar is. En dat we dus collectief, toch ook vanuit de overheid, ja, onze verantwoordelijkheid moeten nemen om te zorgen dat er wat gebeurt. En tegen die achtergrond denk ik dat als de gewoonte is en de gelegenheid er steeds maar is om te veel suiker tot je te nemen, ja, dat je gewoon die gelegenheid en die gewoonte moet doorbreken. En alles wat daaraan bijdraagt, dat zou je moeten doen. Ja, want Marlijn, een van jullie pijlers bij Plus is bijvoorbeeld gezondheid en vitaliteit. Wordt dat ook bewust doorgevoerd in de producten die jullie aanbieden en hoe doen jullie dat? Ja, klopt inderdaad. Wij vinden het als Plus belangrijk om te zorgen voor gezond leven. De aantallen die Jaap Seidel net noemde, die zijn natuurlijk fors. En die ontwikkeling, als we naar de toekomst kijken, dan neemt het alleen maar toe. Dus ik denk eigenlijk in het verlengde van wat net gezegd werd, dat het echt en is. Je hebt natuurlijk zelf een rol, maar dat is ook lastig om altijd gezond te eten en voldoende te bewegen. En al die mensen waar we het net al even over gingen, dat zijn natuurlijk onze klanten. Die komen bij ons in de winkel. Dus wij vinden het als Plus inderdaad heel belangrijk om daar ook een bijdrage aan te leveren. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. De basis is natuurlijk dat we ons assortiment gewoon steeds gezonder en ook duurzamer, maar gezonder maken. Zodat het voor mensen inderdaad makkelijker wordt om die gezonde keuze te maken. En dat doen we eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Als je naar onze huismerkproducten kijkt, dan werken we daar continu aan minder suiker, zout en vet. Maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar binnen ons groente- en fruitassortiment hebben we, wij noemen dat laagblijvers, geïntroduceerd. Dat zijn vaste, lagere prijzen op die groente- en fruitproducten. Ja, dat zijn allemaal stappen om het voor steeds meer mensen gewoon heel laagdrempelig, makkelijk te maken om gezonder te eten. Maar daarbij zijn bijvoorbeeld ook gemaksmaaltijden. Hè? Mensen nemen soms ook kant-en-klaar maaltijden mee uit de winkel. Dus ook daar kijken wij heel goed naar. Van, kunnen we daar het aandeel groenten in verhogen? Zodat als je zo'n product meeneemt, dat je dan je dagelijkse groente al gehad hebt. Ja, maar er liggen natuurlijk ook nog steeds veel ongezonde producten in de supermarkt. Hè? Bijvoorbeeld zou een supermarkt kunnen zeggen, we verkopen geen energy drink meer, want dat is zo slecht voor de gezondheid, dat willen we niet meer. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. En wat je daar ziet is dat, je kijkt natuurlijk altijd naar de markt, wat doen andere partijen in de markt. Dus op het moment dat je zo'n stap zet, dan heb je toch ook altijd weer die concurrentie die speelt. En ik denk daarom is een rol vanuit de overheid natuurlijk ook heel belangrijk in dit vraagstuk. Want de overheid kan natuurlijk ook voor een level playing field zorgen op bepaalde punten waar het moeilijk is om als bedrijf die volgende stap te zetten. Ik moet zeggen, als het hier om gaat, hebben wij wel als Plus gezegd van we stoppen met de verkoop van blikjes met meer dan 250 milliliter. Dus wij verkopen alleen maar dan wat kleinere blikjes. Dus dat is dan wel een stap die we ook echt zelf als Plus hebben gezet. Maar helemaal niet meer verkopen, dat is dan nog weer een stap verder. En daarbij heb je elkaar ook nodig. Ja, ben je het daarmee eens eigenlijk? Denk je dat dat de beste manier is? Ja, ik denk dat een goed voorbeeld is dat supermarkten in dit geval ook een eigen initiatief kunnen nemen. Er zijn ook supermarktketens in Nederland, maar zeker ook in het buitenland zijn daar een heleboel van, die niet meer de energy drink verkopen aan jongeren. En want dat is eigenlijk de grootste groep die dat inneemt. Daar, voor hun is het ook het slechtste. Dus dat een volwassene zo nu dan zijn energiedrank drinkt, als hij nog een lange autorit moet maken 's avonds, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dan kan je ook twee koppen koffie nemen. Maar juist die energiedrank voor jonge kinderen, dat komt heel erg hard aan. Het leidt tot slaapstoornissen, tot hyperactiviteit, tot allerlei problemen. Maar ook mogelijk wel problemen met de neurologische ontwikkeling, de breinontwikkeling. En met hartritmestoornissen is het ook in verband gebracht. Dus voor hun is het echt heel slecht. En er zijn, denk ik, ook best wel aanwijzingen dat supermarkten zelf kunnen besluiten om dat niet meer te verkopen aan jongeren. Ja, en in welke landen gebeurt dat al? Nou, in Engeland bijvoorbeeld, in Frankrijk, maar ook in Nederlandse supermarkten soms. Ja, oké. Ik ben benieuwd ook over iets totaal anders, de Nutri-score. Die wordt natuurlijk ook op veel verpakkingen nu zelf door producenten ingevoerd. Om aan te geven of een product gezond is of niet. Teun, jij bent daar voorstander van, begreep ik. Kun je uitleggen waarom? Ja, omdat ik denk dat het goed is dat er in ieder geval een objectieve methodiek is
waar we allemaal ons op kunnen baseren als we bezig zijn met het toetsen van het assortiment. Dus een set aan criteria die objectief worden vastgesteld, niet door de bedrijven, maar door andere wetenschappers, is enorm goed. Maar ik zal de eerste zijn die zegt, ik zal niet zeggen dat Nutri-Score perfect is. Maar geen systeem is helemaal niet goed. En dan hoop ik maar dat er een systeem komt wat algemeen aanvaard wordt. We hebben ook eerder ervaringen in Nederland gehad met een ander systeem. Ja, ik denk dat we vele uren daaraan hebben besteed. Ja. Dus het gaat niet aan om te zeggen, Nutri-Score is 100% goed. Nee, dat is het niet. Maar het is wel een bijdrage waarin we in ieder geval ook in de hele keten zouden kunnen borgen dat in ieder geval, zo kijken wij daarnaar in het hele inkoopproces, je in ieder geval heel sterk kunt selecteren op een aantal criteria die algemeen gangbaar zijn. En wat je zou willen voorkomen, dat als het gaat om criteria, dat Marlijn bijvoorbeeld vanuit haar organisatie net weer even andere criteria hanteert dan wij. Dus het zou fijn zijn als er één set aan criteria is. En wat ik hoop is dat door de jaren heen die criteria stiekem aan een beetje scherper worden, zodat we met elkaar die gezondheidsrisico hebben. En dan zou Jaap waarschijnlijk vinden dat de tempo wat meer omhoog gaat. En dat vind ik eigenlijk ook. Het gaat alleen om de vraag in welk tempo dat dan ook haalbaar is. Maar het hebben van een systeem waarbij de normen niet door de bedrijven worden bepaald, maar door wetenschappers, die het onderling ook niet altijd eens zijn trouwens, dat helpt wel enorm. Jaap, kun je daarop reageren? Want ik ben inderdaad benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ja, ik denk dat het heel goed is dat er zo'n soort keurmerk komt. Dat dat ook een beetje eenduidig is, hè, met de voedingsvoorlichting die het voedingscentrum bijvoorbeeld geeft. Daarom hebben wij in der tijd, Teun verwijst er al naar, geprobeerd om een keurmerk te maken wat in lijn was met het voedingscentrum. Hè, dus producten buiten de schijf van 5, die kregen een ander keurmerk, zeg maar, dan de producten binnen de schijf van 5. Ik denk dat het goed is om dat te doen. En ik denk dat het nog belangrijker is om zo'n keurmerk te gebruiken. Niet alleen maar om dat heel klein als een logootje, als een van de vele dingen die op zo'n verpakking staat, aan te brengen. Maar dat je juist ook dat gebruikt om bijvoorbeeld te zeggen, wij willen geen producten met een slechte score in het ziekenhuis, of in de schoolkantine, of in de sportkantine. En dan op die manier kun je heel veel meer bereiken. Maar ik ben het met Teun eens. Het is altijd heel erg lastig om langs alle producten langs éénzelfde meetlat te gebruiken. Hè. Dan krijg je weer dat, nou ja, verzadigd vet is dan een criterium. En dat betekent dat zuivel en kaas slecht zijn. Je kunt ook vet nemen en dan is olijfolie weer niet goed. En nou ja, weet je, op die manier is het toch wel heel lastig om heel simpel voeding in te delen in goed en niet goed. Maar ik denk uiteindelijk wel dat het belangrijk is dat de consument ook een beetje geholpen wordt met die gezonde keuze. Want er staat zo verschrikkelijk veel informatie op die verpakkingen en er zijn zoveel producten dat het heel erg lastig is voor heel veel mensen om nog gezond te kiezen. Ja, dat kiesbewust logo hadden we natuurlijk, dat weer is verdwenen. Is het zo, kun je voorstellen, Teun, dat jullie dan inderdaad op basis daarvan bijvoorbeeld bepaalde producten niet meer aan zouden bieden in ziekenhuizen? Jazeker, dat is zeer wel denkbaar en ook actueel. Wij hebben in die zin heel bewust ervoor gekozen om in de hallen van de ziekenhuizen de frituur uit te sluiten. Want al is het ook als een soort boodschap, het is toch raar dat je in een huis bent waarin heel veel curatieve dingen moeten gebeuren voor mensen met overgewicht en terwijl je dan bij het weglopen als het ware frituur zou kunnen gebruiken. Het is een beetje symbool natuurlijk, want wij zijn niet tegen frituur, met je dat maar verantwoord doet en met enige regelmaat. Maar het is wel nadrukkelijk kenbaar maken dat het niet logisch is dat bij elke gelegenheid waar je bent, dat er ook dat aanbod is. Dus ik geloof wel degelijk dat letten op gewoontes en altijd maar in de gelegenheid zijn om die producten te komen, dat je daaraan wat moet doen. En dus op bepaalde plekken gewoon zeggen, ja, hier is het niet. En op dit moment is het dat niet. En ik geloof dat goed is om inderdaad die stappen te zetten. Ja. Marlijn, hoe kijk jij aan tegen de Nutri-Score en kun je je ook voorstellen dat je bij sommige plussupermarkten op bepaalde locaties ander aanbod hebt, wat gezonder bijvoorbeeld? Ja. Wij zijn op dit moment druk bezig samen met leveranciers om de Nutri-Score voor onze producten, voor onze huismerkproducten in kaart te brengen.
Ja, en ik denk dat het gewoon ook een hele goede stap is, naast de andere voorbeelden die we net noemden. Want het geeft gewoon toch heel veel inzicht, ook op een schap. Je kan producten beter met elkaar vergelijken. En ja, ik heb er zeker vertrouwen in dat dit ook weer veel in beweging gaat brengen. Want je wil inderdaad niet die laagste score hebben. En ik zie ook zeker, daar hebben we perspectief om te kijken wat je met die laagste scores. Ja, daar kun je natuurlijk, wat doe je daarmee in de winkel met promoties? Daar kun je, dat biedt echt weer stof om met leveranciers, om samen met elkaar wat van te vinden. En nog weer extra stappen te zetten richting een gezonder aanbod. Ja, kun je voorstellen dat je dan op een gegeven moment inderdaad geen promoties meer doet? Bijvoorbeeld met ongezond voedsel, cola, chips, zoiets? Nou, ik kan me in ieder geval wel voorstellen. Dit is natuurlijk echt volop in ontwikkeling nu. Dus we moeten dat ook gaan zien. Wat dat precies voor gesprekken oplevert. En wat daar weer de gevolgen van zijn. Maar ik kan me zeker voorstellen dat we naar de toekomst toe nog veel meer aandacht zullen hebben voor ook het promoten van juist die gezondere alternatieven. Die vergelijking kun je natuurlijk met de Nutri-score. Krijg je weer veel meer inzicht daarin. Ja. En we hebben een vraag binnengekregen van Sabine. Die vraagt zich af: marketing en reclame leiden tot ongezond eet- en drinkgedrag. Onder jongeren zijn influencers vooral heel invloedrijk. Is het een idee om influencers juist in te zetten om gezonde voeding en een voedingspatroon aan te prijzen? Ik ben wel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Ja, influencers die zijn natuurlijk heel nuttig bij het beïnvloeden van gedrag en keuzes. We zien dat ook, we hebben een zogeheten peer education project. Dat is dan dat 17-jarige eigenlijk de onderbouw van de middelbare school vertelt wat gezond is. Dat heeft veel meer effect dan wanneer wij dat zeggen. Maar kijk, die influencers die doen eigenlijk alles voor geld, zal ik maar zeggen. Dan krijg je een beetje een oorlog van wie betaalt ze nou het meeste. Dat hebben wij gemerkt bij een aantal influencers die dan best voor veel geld ook een gezonde boodschap wilden uitzenden. Maar de week daarna weer gewoon frisdrank aanprezen, omdat ze daar nog meer voor betaald kregen. Dus dat is een beetje lastig. Ik denk dat het wel goed is, daar zijn ook wel voorbeelden van, dat die influencers eigenlijk, dat duidelijk is dat dat reclame is. Want dat is ook wettelijk wel het geval. Maar je ziet toch nog wel heel vaak dat ongezonde dingen worden aangeboden door influencers, zonder dat de kijkers en de luisteraars het idee hebben dat hier nou promotie plaatsvindt. Ja, oké. Dus inderdaad, we kunnen ze inzetten, maar dat is best lastig om dat te reguleren. Okay. Ja, het is geen hele betrouwbare bron van informatieverstrekking, zal ik maar zeggen. Ja, oké. De suikertax wordt onder andere door de Raad voor de Volksgezondheid als optie genoemd. Om ervoor te zorgen dat we minder suiker binnenkrijgen. Daar hebben we het net al heel even over gehad. Maar frisdrank met veel suiker zou dan bijvoorbeeld duurder zijn dan een wat gezondere optie met minder suiker. In Engeland hebben ze dat al. En sowieso 43 andere landen gingen ons voor. Vinden jullie, Teun, ik ben benieuwd, moet dit nou in Nederland nu ook komen? Is de tijd rijp? Ik heb ook al even gezegd, als je me dit een aantal jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd nee en geloofd in de marktwerking en de goede intenties van bedrijven die er ook echt zijn. Mm-hmm. Als je kijkt naar de inleiding van dit programma, even van jouzelf en wat Jaap heeft gezegd. Ik geloof niet dat we nu veel tijd moeten besteden aan oeverloze discussies of al die instrumenten nou wel of niet goed zijn. Ik lijkt er toch zeer op dat dit werkt, ook in andere landen. Dus ik denk dat het inzetten, of het nou Nutri-score is, of daar waar nodig ook het tax-instrument, dat we moeten kijken of we daarmee een versnelling kunnen krijgen in het terugdringen van overgewicht. En daarmee kijk ik met name naar jongeren. Dus ook wij volwassenen hebben de neiging ons dan te verzetten, omdat we dit soort maatregelen niet goed vinden. Maar als je door de oogharen heen kijkt, en je kijkt met name naar die problematiek van jongeren, dan denk ik dat we gewoon moeten durven om maatregelen te nemen die ook pijnlijk zijn, om te zorgen dat de jeugd gewoon gezonder en met meer welzijn opvoedt dan nu. Dus ik denk dat het geen zin heeft om ons daar langer tegen te verzetten. En dat het zeer de moeite waard is om te kijken of dit een versnelling kan brengen. Want dat is toch wat we allemaal willen. Ja, want Jaap, we hadden het er eerder al even over. Dat geld bijvoorbeeld in Engeland wat wordt opgehaald met die suikertax. Dat vloeit dan weer terug in het onderwijs om bijvoorbeeld meer preventie. Of meer voorlichting te geven over suiker en het bereiden van groenten bijvoorbeeld. Zou dat helpen, denk je?
Nou ja, het is gebleken dat het helpt. Hè? Dus dat even nog als opmerking. Het lijkt een beetje betutteling. Hè? Dus dat de overheid gaat bepalen door prijzen wat je wel en niet zou mogen eten. Ik denk dat als je naar de afgelopen 40 jaar kijkt, het CBS heeft dat ook mooi in kaart gebracht, dan zie je juist dat die ongezonde keus steeds relatief goedkoper is geworden en dat de gezonde keuze, verse groente en vers fruit, vis en al dat soort zaken, steeds duurder zijn geworden. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, daardoor wordt het steeds moeilijker, juist voor ook mensen en jongeren met een laag inkomen, om die gezonde keuze te maken. En daar heb je correctie voor nodig, hè, want die prijsontwikkelingen gaan de verkeerde kant op. En dan is juist zo'n product als een suikerhoudende drank, waar geen voedingsstoffen in zitten, het is slecht voor je gebit, slecht voor je gewicht. Dat is dan een hele makkelijke manier, en dat vinden ze in veel landen ook, om daar nou belasting op te heffen. En dan dat wel te gebruiken om de gezondere keuze te promoten. Je moet niet zoals in Nederland dan ook bijvoorbeeld het mineraalwater weer duurder maken. Want dan schiet je nog niet zo heel veel op. Marlijn, zie jij dat ook zo? Nou, ik denk, hè, wat we eerder zeiden, dat als je inderdaad echt voor meer beweging wil zorgen, en volgens mij zien we en voelen we die urgentie allemaal, ja, dan zul je ook naar dit soort maatregelen moeten gaan kijken en op welke producten of hoe exact. Daar moet je met elkaar, dat is een heel vervolg. Maar ja, ik denk wel dat je dan als overheid inderdaad ook daar net een paar stappen verder kan gaan. En het voorbeeld van Engeland is natuurlijk een goed voorbeeld van dat ook echt tot resultaat leidt. En ik denk inderdaad, als je voor bedrijven ook zorgt voor dat level playing field, dan kan er denk ik altijd een heleboel. En daarnaast moeten we ook vooral zelf blijven kijken wat we nog meer kunnen doen. Ja, wat zou je als plus ook nog iets daaraan kunnen bijdragen qua informatieverstrekking in de winkel op bepaalde dingen? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, zeker. Kijk, we hebben onlangs nog een campagne samen ook met het voedingscentrum opgezet. Daar hebben we ook influencers trouwens bij ingezet, waar het net even over ging. Kijk, en ik denk dat je dan inderdaad, je moet heel erg goed kijken met wie je dan gaat samenwerken. Want het moet natuurlijk geloofwaardig zijn. Dat moet iemand zijn die daar ook echt voor staat. Dus wij zoeken dat ook goed uit. Maar ik denk dat ook met nieuwe media, dat zijn natuurlijk toch ook hele interessante kanalen om hele diverse doelgroepen te bereiken. Dus daar kijken wij als supermarkt ook zeker naar. Dat niet, we kijken natuurlijk naar onze folder, naar onze magazine, wat we daarin kunnen doen. Maar ook social media en andere kanalen zijn heel erg relevant. Dus daar zie ik zeker een rol voor ons en dat doen we ook. En ja, ik merk dat gezondheid is een pijler binnen ons duurzaamheidsbeleid. Maar je ziet dat dat er alleen maar meer en meer aandacht voor komt. Dat klanten daar ook steeds meer naar op zoek zijn. Van hoe kan ik dat nou gewoon elke dag weer goed invullen? Maar ook op een makkelijke manier, op die betaalbare manier. Dus wij zijn ook continu aan het kijken van, goh, wat kunnen wij daar als plus nu nog weer extra doen? Ik moet zeggen dat onze ondernemers, wij hebben allemaal zelfstandig ondernemers die een winkel runnen, die spelen daar ook bij een hele belangrijke rol. Dus het gaat voor ons heel erg over gezond eten natuurlijk, maar het gaat ook over bewegen. Dus wij zijn bijvoorbeeld lokaal ook heel erg betrokken bij sportverenigingen, bij sportinitiatieven in de buurt. Dus daar proberen we ook als supermarkt een steentje aan bij te dragen. Want ik denk dat het altijd die mix moet zijn van gezond eten natuurlijk, maar ook bewegen. Ja, want dat is natuurlijk ook net zo belangrijk om het er weer af te krijgen. BTW op groente en fruit is natuurlijk een paar jaar geleden verhoogd. Hoe groot achten jullie de kans dat dat straks weer naar beneden zal gaan om ook dat gezonde eten te bevorderen? Ja. Ja, kijk, BTW is niet het allerbeste manier om voedingskeuzes te gaan beïnvloeden, omdat het maar zo'n kleine marges zijn. Hè? Het gaat dan over 6-9% of zo, en dat soort kleine verschillen. En we weten dat om echt de voedingskeuze te gaan beïnvloeden, moet je echt grotere ingrepen doen in de prijzen. En dat kan dus door subsidies en door accijnzen en al dat soort zaken. Dus dat, en daarom hebben we het ook over een frisdrank, straks niet over een BTW-tarief van frisdranken bijvoorbeeld. Maar het helpt wel. Kijk, het signaal dat de overheid afgeeft dat ook groente en fruit, wat ze graag willen dat mensen, dat de consumenten meer gaan gebruiken, dat je die ook weer duurder maakt, dat is natuurlijk geen goed signaal van de overheid. Daarmee neem je net zoals die heffing op mineraalwater de consument niet heel serieus. Dus ik denk dat het heel goed is om die BTW-tarieven voor gezonde voedingsmiddelen op het laagste tarief te houden.
en voor de ongezondere op het hoogste tarief. Maar dat dat onvoldoende is om de keuze echt goed te beïnvloeden. Hè, want dat scheelt maar een paar cent op een, nou ja, op de spruitjes of wat dan ook. Maar dat je ook echt, ook juist voor de lagere inkomen, die groente en fruit echt toegankelijk maakt. Een beetje wat Teun Verheij ook zei. Juist mensen met een laag inkomen, die zoeken juist vaak naar de ongezonde aanbiedingen, omdat die ja, veel calorieën leveren voor weinig geld. Ja, oké. Okay. We zijn aan het einde van dit gesprek, van deze Future Business Live. Samenvattend zijn we het er volgens mij over eens dat het bedrijfsleven stappen kan zetten, maar dat regulering vanuit de overheid nodig is om een gelijk speelveld te creëren. Dan gaan we het hier afronden. Bedankt Teun, Jaap en Marlijn dat jullie mijn gasten wilden zijn vandaag. En iedereen bedankt voor het kijken. Deze video is terug te kijken vanaf donderdag op onze site. 10 mei zijn we er weer met de volgende editie. Dank jullie wel. Dankjewel.